Sorry, ik ga mijn camera maar even neerzetten, want ik moet even met jullie babbelen. Dat is best wel lang gebabbel waarschijnlijk. Want dat moet wel even gebeuren. Wat ik wil even zeggen is... ik heb eigenlijk een jaar... Super tof dat ik aan een nieuwe vlog. Mijn naam is Paul, zoals iedereen weet kende. Even een nieuw shirt en nieuwe broek aangetrokken. Had ik even zin om een keer aan te trekken. En ik ga nu weer lekker koffie zetten. En lekker wakker te worden. Dus laten we dat even doen. En jou eten geven, jongen. Ja. Ja. Wil je eten? Ja, dus. Die wil eten gewoon. Dat snap ik ook wel. Maar ik ga lekker een rolgordijn opengooien. Dus laten we dat even doen. En we gaan het een vriend die beest even eten geven. Hé, Kanja? Gaan we jou eten geven, hè? Ja. Ja. Hoppakee. Dus je hebt ook trek natuurlijk. Zo, even lekker wakker worden met een bakje koffie. Dat is het lekkerste wat er is eigenlijk. Maar dat kan ik heel vaak zeggen. En deze gaat mijn vriend, jij wil eten. Ja. Kijk hem wachten dan. Dan kun je ook helemaal gek maken. Ja. Dan kun je helemaal gek maken. Nee, dat gaan we niet doen. Maar lekker wat koffie. Ik zal ook even water doen, want ik heb echt een ongelooflijk dorst. Dus vandaar. Een prachtige weer. De lente gaat weer komen, denk ik. Oh, heerlijk water. Oh, wat kan water ook zo ongelooflijk lekker zijn, vind ik. Maar even lekker bakje koffie, wat ik al zei. En dan even editen. En dan zie ik voor de rest wel. Dat gaat de deur. Ik krijg sowieso over vandaag een pakketje. Dan gaan we even kijken vanmiddag. Eigenlijk is het nu over. Het is bijna 10 uur alweer. Dan gaan we zo meteen even kijken wat ik heb gekregen. Ik weet het al natuurlijk, maar voor jullie weten het nog niet. Maar eerst even lekker bakken koffie. Zo, ik heb ineens een jas aan en wat is de reden ervan? Ik ga met Rick even weg. En ik heb even gezellig met Rick nu even gesproken. Maar ga ik ook met elkaar dadelijk over hebben. Dus ik wil alleen een paar dingen hebben en dat is deze tas. Ga ik nou even gebruiken namelijk. Oh ja, kijk. Ik kan er gelijk gebruik van maken. Brillendoekjes. Die ga ik nu ook gebruiken, hè? Zo. Hoppakee. Moet even brils gaan maken, moet ook gebeuren. Namelijk, vind ik. Zo. En als het goed is, staat Rick ook te wachten, mij. Ik ga met Rick namelijk even naar de supermarkt en de winkels. Nu natuurlijk zijn alle winkels dicht, maar gewoon even brils gaan maken. Zo. Hoppakee. En dan let's go naar... Ik kan gelijk even mijn lens ook doen erbij. Want die is ook een beetje vies, de lens. Zo. En deze. Hoppakee. Klaar is Kees. En we kunnen dan naar de supermarkt gaan. Eerst even deze even opvouwen. Laten we dat ook eerst doen. Dus. Zo. Laten we dat even doen. Hoppakee. En erin vouwen. Hoppakee. Zo. Die is gedaan. En dan naar Rick, ga ik er met Rick naar de supermarkt. Laten we dat doen. Zo, daar lopen we richting de supermarkt met z'n tweetjes. Dat moet ook even gebeuren. En we gaan even kijken wat we doen. Ik was bijna trouwens mijn mondkapje vergeten. Nou, ook wel slim als je naar de supermarkt moet. Want dat is verplicht natuurlijk. Maar
We gaan even in ieder geval, wat ik al zei, richting de lekker supermarkt. Gaan we even eten halen en misschien even nagelijk even wandelen. Het is lekker weer daarvoor. En ik heb nou deze jas aan. Het is veel te warm trouwens eigenlijk, zit ik nou te voelen. Dus ik ga denk ik even wat anders aantrekken zonder jas. Of ik zonder jas ga lopen of niet, dat ga ik nog even bedenken. Maar het is eigenlijk wel de weer van zonder jas, denk je? Wat denk jij? Zomerjas. Zomerjas, ja, dat is ook wel goed. Dus misschien de een van dat gaat doen, we gaan hier over zeker, want we moeten naar de overkant duwen. Follow the lover, farewell la la. Geen liedje. Oh, la la. Hey, hallo. Rick, waarom ben je zo ver weg, Rick? Waarom? Wat doe je me aan? Wat zeg ik? En die Rick hebben je wat te zeggen, hoor. Zij trouwens over mijn broek die ik nu aan heb. Nu ook 50 graden graag. Hoezo? Nee, maar ik wil vast voorbereiden dat ik even oud zo namelijk. Dus vandaar. Dus vandaar dat ik nu even voor even vast voorbereid hoe het voelt eigenlijk om oud te worden. Maar dankjewel dat je dat al zegt. Jongen. Dus hij zegt dat ik oud ben, hè? Zegt hij, hè? Let op mij, hoor. Ik krijg hem nog terug. Zo, wij zijn net blijven bij een beetje boodschappen doen. En wat ik ook hebben gedaan is, we kennen iemand tegen. En we gewoon trouwens letterlijk 2 uur lopen kwebbelen. Serieus. Over alles en nog wat. Hoe gaan we met hem? En heel veel dingen over gekwetst, toch? Nu lekker met boodschapjes, lekker richting huis weer. Even boodschappen thuis brengen en dan gaan we waarschijnlijk hierna even lekker naar buiten wandelen. Want wat is het trouwens zo ongelooflijk prachtig weer om dit zo te zien. En ja, geniet het toch gewoon. Dit is toch echt, ja, lekker weertje gewoon, toch? Speels. Het is alleen maar warm. Ja joh, morgen nog warmer waarschijnlijk. Toch? Nou, dan wil je toch dat je morgen en vandaag en morgen dat je lekker warm buiten zit. Heerlijk in een zonnetje. Geniet je gewoon van. Heldere lucht. Prachtig. Zo, ik ga nu maar even lekker even naar Rick toe. En ik zit daar een paar dingen thuis. Ik zat even dingen achter de computer, een paar dingen te doen. En ik zit alleen maar nou mijn tasje te zoeken, die ik niet kan vinden. Voor mij heb je hier klas gehad, dacht ik. Dus ik zit nu even te kijken wat ik hem heb gelaten. Allemaal zorgdingen, die moet ik niet hebben. Oh, heb je. Ik weet niet of voor jullie herkenbaar is. Dan heb je iets gekocht of heb je iets. Of leg je ergens iets weg. Ben je aan het zoeken en dan kun je daarna niet meer vinden. Nou, dat heb ik nu. Dan heb ik geef sommige dingen plekjes. Terwijl ik niet meer kan vinden namelijk. En dat is soms af en toe vervelend. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Maar komt dan heb ik al vaker over gehad en dan ga je niet meer naar zoeken en dan vind je hem eens weer. Even kijken wat hier ligt. Ook niet. Oké. Maar ik kom er wel op. Ik ga het wel vinden. Want wat ik sowieso van plan ben, ik ga even lekker zonder jas naar buiten. Want het is zo prachtig weer. Dus ik dacht, ga even naar buiten zonder telefoon. Zonder media verkeer, behalve met jullie natuurlijk, neem jullie er wel mee. Maar, ik wil wel wat een tasje hebben, maar ik moet die wel gaan vinden namelijk. Maar ja, ik hoop dat ik ga vinden, maar dat laat ik jullie wel weten. Nou, Rick en ik lopen nu in het triangel. We zitten even aan het kijken, weet je. Ik ben heel lang niet in het triangel gelopen, hoe dat is. En ik dacht, weet je, laat een keer even in het triangel kijken wat er is veranderd, wat erbij is gekomen. Dus, hè? Een grappig KP op de kenteken. Ja, klopt. Maar we gaan dus ook nu naar de supermarkt. Vandaag gaan we een beetje even wat invullen om even hier te lopen namelijk. En ja, vandaar dat we hier ook lopen hebben. Maar ook even kijken natuurlijk wat er is veranderd. Dus laten we nu ook maar dadelijk ook maar even ook dadelijk eten. Moet ook gebeuren. Het is 6:30 alweer, hè? Zeg je. Tijd gaat gewoon gelukkig hard. Niet normaal. Zo, thuis. En dan ga ik me jouw eten geven, jongen.
En wat is eigenlijk vandaag troep, jongens. Echt, ik moet vandaag echt opruimen. Kijk dan. Maar ik heb zoveel dingen gedaan. Ik heb raam gewoon gemaakt. Ik weet niet of jullie kunnen zien. Maar ze zijn glinsterend mooi, jongens. Niet normaal, heerlijk. Heerlijk om de raam schoon te hebben eigenlijk namelijk. En de hele dag leuk schoonmaken. De spullen liggen nog hier namelijk. En ik ga nu klaarmaken om te eten en om Gaia te geven. Ja, jou. Jij wil ook eten, hè? Boef. Ja. Jij wil eten, hè? Ja. Toch? Ja, hè? Nou, gaan we jouw bakje pakken. Zo, dan gaan we even eten doen. In 3, 2, 1. Hopsakee, die zit erin. En dan ga ik hem maar geven aan hem, hè. Ja. Jij wil eten. Jij wil eten. Ja. Alsjeblieft, jongen. Zo. Maar dan ga ik zelf ook maar eten maken. En die staat in de koelkast. Oh, wat heb ik trek, jongens. Niet normaal. Oh, en wat heb ik lekker gewandeld buiten. Even lekker benen trekken. En wat is die broek zo ongelooflijk. Vergadering met andere instellingen van AVZ in heel Nederland. Nou, op die gebied gaat de vergadering wel door. Maar, omdat deze instellingen met andere... ...vergadering over AVZ niet meer behandelen. Dus... Wat wil ik daarmee zeggen? Wat heb ik met één keer, want ik kende iemand die gaat over landelijk, om zo te zeggen. Ik zeg als ik goed heb, goed zeg. Hopelijk.
daar heb ik met iemand over gesproken en dan ben ik even ingegaan om ervoor te zorgen eigenlijk dat het nu even iets aan de gang gaat, dat het er doorgaat. Dus ja, en dan hoop ik dat het allemaal weer doorgaat, want als er niks uitkomt, is er niet meer iets bespreekbaar wat er door kan gaan. Dus wat krijg je dan? Dat het eigenlijk daarmee gewoon doodvalt, om zo te zeggen. Dat niks aan gedaan wordt. Dus ik heb met één cliënt, noem geen namen, ben ik nu stappen gaan nemen. Want ik ben een van mijn begeleiding, ik ben er in gesprek gegaan om te zorgen dat weer hier vergadering komt. Want het is ook een beetje stil en verwaterd. En dus dat is wel eigenlijk wel belangrijk dat dat nu eigenlijk boven water komt. En dat weer aan de gang komt. En wordt bijvoorbeeld besproken. En wat ik kan vertellen is. Beetje achter dat eigenlijk inderdaad wordt afgepakt, de kronen, alles wordt afgepakt namelijk. En dan zie je dingen voorbij komen dat eigenlijk in Zweden wel goed gaat, terwijl dat ze geen mondkapjes dragen, terwijl dat ze bijna geen regels hebben en dat alle winkels allemaal open zijn. Hoe kan dat? Vraag me echt af, hoe kan daar wel goed zijn met cijfers en dan hier weer niet. Dus dat heb ik een beetje vraagtekens bij en ik ben benieuwd waar jullie daarover denken. Hebben jullie ook vragen zijn of zijn jullie achter? Dat is jullie mening en ik sta er niet achter of ik sta er niet voor, maar wat ik al een paar vlogs al heb verteld, ik heb gewoon
rare gedachten bij. Ik zeg niet dat corona niet bestaat. Ik geloof heus wel dat het bestaat, maar of daar zo erg is om de vrijheid, om zeggen de winkel ermee te sluiten of dat de nut bij je heeft, daar heb ik er geen, denk ik niet bij. Dus